Vuur. Vuur, dragon, je spit die ding. Je spit. Mensen die muziek maken hebben hier heel veel baat aan. Hello beautiful people, het is je girl Nayano. Welkom terug bij mijn channel. Vandaag hebben we weer een mooie crystal voor de Crystal Talk. Septari. Kijk hoe mooi deze Septari is. Septari, Septarian. Drakenei. Het is een steen om weer jezelf terug te vinden. Om weer terug naar je innerlijke kracht te gaan. Septarian heb je niet alleen in deze vorm. Maar je hebt hem ook in helemaal zwart. Met kleine crystals in het midden. En dan is hij helemaal niet geel. Dan heeft hij een soort van eivormige buitenkant. Daarom dat ze ook zeggen dragon egg. Drakenei. De eerste, de tweede en de derde chakra heeft deze steen mee te maken. Meestal is het één chakra mee gerelateerd of twee. Maar deze zijn drie. En met deze steen is het drie. Extra speciaal. Of extra speciaal. Extra veel kracht. Drakenkracht. Element die erbij hoort. Het is de aarde. Vuur. Vuur. Dragon. Je spit die ding. Mensen die muziek maken hebben hier heel veel baat aan. Of mensen die heel druk bezig zijn, fysiek bezig zijn. Maar ook het fysieke met het mentale mixen. Sterrenbeelden die hiermee connected zijn, zijn de stier. En voornamelijk de stier. Ook boogschutter. Want boogschutters zijn ook van die hele vurige mensen, toch? Van die mensen die alles willen doen, die willen creëren. Die willen... Ze zijn actief. Dus daarom, deze steen helpt je om creatief energiek te zijn. Deze zijn Asian, maar deze is wel extra Asian. Het zou zomaar kunnen zijn dat die dino in zit. You connect met je past lives. Mediteer met deze steen. Het connect je met past life experience. Dragons, het zegt het niet voor niks. Draken zijn ancient creatures. Het begin van iets nieuws. Zoals dragon egg. Het zegt al, een ei is iets nieuws creëren, creatief. Ik blijf de hele tijd terugkomen op het creatieve chakra. Solar plexus en chakra, want als die connected zijn met elkaar, dan sensualiteit, daar maak je baby's mee, laten we het zo zeggen. Zet Septarian naast je nachtkastje wanneer jij nachtmerries hebt. Als jij slechte dromen hebt, als jij niet goed kan slapen, zet het naast je nachtkastje. Edelstenen moet je cleansen. Er zit energie wanneer je er eentje koopt. Oh, sowieso. Er zijn mensen die hun energie aan de steen zetten. On purpose, niet on purpose. Er zit energie in de steen, maar ook om de steen heen. Deze kan niet tegen water. Een Septarian houdt in je hoofd altijd als je een edelsteen krijgt of als je er eentje koopt. Kijk op internet of hij tegen water kan. Want anders is het echt zonde. Ik heb een keer een edelsteen gehad dat hij gewoon afbrokkelt wanneer hij in water zat. Mensen zeggen je moet edelstenen cleansen met zout. Don't try zout. Ga het niet in zout leggen. Water, natuur is het beste. Alleen Septarian. Niet in water. Ook niet in vochtige aarde. Want mensen zeggen dan van ja, leg het op aarde. Kijk op internet welke edelstenen er tegen water kunnen of tegen vochtige grond of dit of dat. Want sommige kunnen er niet tegen, dan ben je edelsteen kwijt. Mooie kwaliteit is eraf van de mooie natuur. Dus kijk of je edelsteen tegen water kan. Deze, ik heb hier wierook. Met de intention ga je met wierook de onder van cleanse de steen. Ik cleanse de steen. Dit kan met wierook, Palo Santo. Incense is weer ook. Dit kan met ook met sage, sali. En de gedachte met dat je de edelsteen cleanst. Nog een grappig feitje over Septarian UV light. In UV light geeft hij een gekke mooie kleur. Ik vind het echt jammer. Als ik ooit een UV light heb, dan ga ik het filmpje ervan maken. Maar dan geeft de gele kleur, de calcium, geeft dan een blauwe gloed af. En dan zijn we bij het einde van de video. Dit was alles wat ik wist over Septarian. Dit is al mijn research die ik gedaan heb over Septarian. En like, share en subscribe van de girl voor de volgende Crystal Talk. Ciao, ciao.